Zo, welkom bij mijn kleine proefopstelling. Waar je nu naar kijkt is een Raspberry Pi. Met erop Raspberry in natuurlijk. Maar ook wat speciale software die ervoor zorgt dat het zich gaat gedragen als Alexa. Alexa is de sprekende interface van Amazon. Om dat mogelijk te maken heb ik hier dus een beetje oude USB-microfoon. Ziet er een beetje raar uit, maar hij werkt heel goed. Eraan gehangen. En dit speakertje. En die zit gewoon via deze aansluiting hier aan de Raspberry Pi vast. Voor de rest hangt hij aan het netwerk. Nu nog met een kabeltje. Binnenkort wireless. Want kan gewoon met wifi praten. Want dit is een Raspberry Pi 3. Oké. Wat we dus willen is dat ik kan praten in Alexa. En dat ze dan iets terugzegt. Dus, dan gaan we naar de computer. Dit is een draadloze verbinding. Dus wat je nu ziet, dat gebeurt eigenlijk op de Raspberry Pi. Even scherpstellen zo. Ja, oké. Dus als ik hierop druk, dan gebeurt er wat. Alexa, what's the weather like? Currently. In Seattle, it's 63 degrees with cloudy skies. Today, you can expect lots of sun, with a high of 72 degrees and a low of 56 degrees. Kijk, dat is nuttig, hè? Maar er zijn ook wat minder nuttige toepassingen. Dus als ik bijvoorbeeld nog iets vraag aan haar. Alexa, tell me a joke. What did the dog say after a long day at work? Today was rough. Echt een beetje suffe grappen zitten erin. Maar het is echt een waarlijke Alexa-implementatie. Dus dit kan je ook verwachten van je grote Alexa. Het enige verschil is dat er hier een knopje ingedrukt moet worden. En daar moeten we dus nog iets op vinden. Oké, nou, dat was het verslag tot zover. Ik ben heel blij dat we zover zijn gekomen. Mooie demonstratie lijkt me zo. Oké, doei!